Voor vanavond hebben we in ieder geval maar de rapportage naar jullie toe van wat heeft het nou allemaal opgeleverd. Ik mocht vanmiddag in onze platformvergadering al een van de documenten in ontvangst nemen. Dat is in ieder geval voor onze subsidiegever ook van belang, waarmee we laten zien dit is wat we bereikt hebben. Ik ga jullie in vogelvlucht meenemen in wat er de afgelopen 2,5 jaar gebeurd is. Want de snelheid waarmee cloud op ons afkomt was nogal imponerend. En de conclusie van de bestuursreis was dan ook: het is niet de vraag of we de cloud ingaan, maar wanneer en hoe. En de volgende conclusie was: laten we nou proberen om dat niet over ons heen te laten komen, maar laten we kijken of we door proactief handelen die ontwikkeling naar onze hand kunnen zetten, kunnen zorgen dat het vooral een kans is en niet een bedreiging. En daar kom ik eigenlijk ook op mijn vraag aan jullie om bij het voorgerecht met elkaar over van gedachten te wisselen. We zijn nu 2,5 jaar verder. Hebben jullie nou het gevoel dat we met elkaar goed bezig zijn? Doen we de goede dingen of moeten we bijsturen? Ik ben door Surf gevraagd om iets te vertellen over een studiereis die ik samen heb gemaakt met een aantal reisgenoten. En als ik zo deze zaal rondkijk, dan zie ik heel veel bekende gezichten van voorheen, maar ook eigenlijk van diezelfde reis. Ik denk serieus dat je als instelling, je kunt tegen die grote reis de Breiberg in de Verenigde Staten aankijken, of je kunt gewoon maar aan de slag gaan. En ik zou het laatste adviseren. Ik denk dat het goed is om daarbij je strategie te bepalen. Niet al te ingewikkeld over doen, maar nadenken over wat voor een instelling ben ik, welk type studenten bedien ik en welke online strategie past dan het beste bij mij. Ik denk bijvoorbeeld dat er verschillen zijn tussen hbo-instellingen en wo-instellingen. Ik geloof dat dat ook in een van de surfberichten stond. Hè, voor wo-instellingen is dit misschien een middel om ook fors te werken aan je reputatie. Maar voor hbo-instellingen is het misschien veel eerder een manier om ervoor te zorgen, net zoals New York State University, dat je kwalitatief nog beter onderwijs geeft aan de studenten die je hebt, door te gebruik te maken van het materiaal dat er al is. Ik zou zeggen, word actief en haal je kennis op. Haal het bij SURF, bij het Open Courseware Consortium of bij andere instellingen. Nou, mijn punt is dat ik denk dat als je nu naar onze hoger onderwijspraktijk kijkt in Nederland, dus niet eens zozeer wat moeten we nou als SURF of als moeten we cloud of hoe zit dat allemaal, maar als je naar de praktijk kijkt online, dan hebben wij verschillende belangen met online, verschillende doelgroepen te bedienen en heb je ook op dit moment al sprake van verschillende snelheden. En mijn advies zou zijn om dat niet te ontkennen, maar daar gewoon vooral gebruik van te maken. En zodat we als Nederland een mooie stap vooruit kunnen zetten. Dankjewel. Ja, cloud, het gaat niet om cloud. Cloud is ook maar een dingetje. Hè? Dat is een dingetje, je stopt het in de cloud of er weer uit. Het gaat om je e-strategie, je informatiestrategie. En daar is die cloud een onderdeel van. Heel belangrijk. In Nederland willen wij behoren tot de top 5 van de kenniseconomie. En toen we die mantra goed hadden geïnternaliseerd, zaten we op plaats 8. Cloud, dat is echt overal heftig aanwezig. Wij kunnen zeggen, we doen er niet aan mee. Ik vond het dus heel zorgelijk wat Wouter aan het begin van de avond vertelde. Die zei namelijk, die cloud die wordt wel omarmd. Maar eigenlijk begreep ik van hem, die wordt omarmd door de consument. Maar als je kijkt naar de instelling, dan wordt er nog maar beperkt gebruik van gemaakt. En als je dus kijkt naar wat grote softwareindustrieën op dit moment doen, die investeren massief in de cloud. Want daar zit de toekomst. Als je nog steeds met een soort stand-alone software bezig bent, verlies je het. Hoe meer je aan ICT uitgeeft, hoe minder je voor onderwijs of onderzoek hebt. Hè. Dus zorg dat je dat in balans houdt. De klant bepaalt straks. Wij kunnen allerlei dingen verzinnen. Maar als er één ding mij bijgebleven is in wat er in de Verenigde Staten gebeurt, de klant, de student, die loopt. Als die student kiest, dan heb je kans dat je er iets mee doet. Als je als instelling, die instelling probeert natuurlijk zo dicht mogelijk bij die klant te komen. Maar als die negeert of als die het verkeerd doet, is hij hem kwijt. Digitalisering van het onderwijs. Open en online onderwijs komt over ons heen. Dat is een uitdaging. Digitalisering van onderzoek net zo goed. Big data. Nieuwe dwarsverbanden. Hergebruiken. Kwaliteit borgen. En dat alles in de context van
druk op kwaliteit. Het moet steeds meer kwaliteit, sneller, competitie enzovoort. En tegelijkertijd minder budget. Die hebben met elkaar een aantal ambities geformuleerd. Van waar zou je nou willen staan, zeg maar, in 2018? Nou, dan wil je dat de instelling goed is toegerust voor open online onderwijs. Je wilt dat de e-infrastructuur voor digitaal toetsen en certificeren, dat je dat kunt doen, dat het betrouwbaar is, dat het veilig is. Je wilt dat er een adequate digitale leer- en werkomgeving is. Je wilt dat er relevante stuurinformatie is. De e-infrastructuur voor onderzoeksgegevens moet state-of-the-art zijn. En dat is niet alleen voor de universiteit, maar dat geldt ook voor het onderzoek in de hogescholen. Onderzoeksresultaten moeten maximaal toegankelijk zijn. Niet alleen voor de eigen instelling, ook voor anderen, ook wereldwijd. En er is maximale inkoopkracht voor het inkopen van clouddiensten. Dat zijn een aantal ambities die hebben we zo even met elkaar geformuleerd. Gezegd, als we nou van de cloud gebruik gaan maken, waar moet dat dan toe leiden? Nou, dat moet tot dit soort ambities leiden. Je moet niet alles collectief aanpakken. Je moet zeg maar kijken wie wil wat samen doen. Dat hebben we vanavond al een paar keer naar voren gehad. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat is een cultuurverandering binnen SURF. Dat moeten we ons realiseren. Als je gaat kamperen op de fiets of zo, hè, dan zoek je het liefste mensen uit die ongeveer even hard fietsen. Want anders is het een hele verschrikkelijke vakantie. Hè? En dat is een beetje het dilemma wat bij SURF speelt. Je moet je realiseren dat deze techniek heeft een snelheid waarbij er instellingen zijn die zeggen, ik ga voor de snelheid. En als jij mee wil werken, vind ik het prima en ik wil ook mijn kennis delen. Dat vind ik ook prima, maar zorg dan ook dat je mijn snelheid oppakt en dat je meerent, snap je? En als je gaat zitten wachten tot dat SURF iets voor je doet, dan vrees ik dat we te laat zijn. Want dit is een buitengewoon urgente ontwikkeling. En doe jezelf een plezier, ga morgens in het gras liggen en kijk eens naar de hemel. De cloud is maar geen seconde hetzelfde. Maar je ziet er wel allerlei beelden in en waarschijnlijk ook hele mooie toekomstbeelden. Dan laat jezelf dus meedrijven op de cloud en laten we onszelf het plezier gunnen dat we dat over een maand of twee oogsten. En die oogst is dan maar een geweldige input voor het meerjarenplan waarmee we met elkaar weer de komende jaren uit de voeten kunnen. Hartelijk bedankt voor jullie input, niet alleen vanavond en de goede discussies die we hebben gehad, maar met name ook de support van de afgelopen twee jaar. Dat is ontzettend belangrijk voor een samenwerkingsorganisatie die we zijn. En Paul zei het al, we zijn uniek in de wereld. Dat wordt ook herkend. Ja, en ik heb zoiets van, laten we die unieke positie nog maar even vasthouden. En daar hebben we alle mogelijkheden voor. Drink nog lekker je kopje koffie als je daar zin in hebt. En voor zometeen zijn veilig naar huis en tot de volgende keer. Dankjewel.